En niet-medicamenteuze behandeling. Dat is altijd leuk als we natuurlijk niet-medicamenteus iets zouden kunnen doen. En daar zijn eigenlijk vijf belangrijke spelers die we gaan bespreken. De belangrijkste. Eerst wil ik het hebben over lichaamsbeweging. Dus het is goed van veel te bewegen, maar eigenlijk dus in een lage intensiteit. Dus een lage tot matige intensiteit. Maar die mag wel lang duren. En dus dan eigenlijk ideaal bijvoorbeeld is wandelen, fietsen of zwemmen. Dat zijn eigenlijk de beste sporten of activiteiten die je kan doen. Als je een hypertensie hebt, dan is het best van een 30 minuten per dag en dat dan toch een drietal keer per week proberen te herhalen. Dus heel intensief bewegen sporten is zeker niet aan te raden, is eigenlijk eerder uit den boze. Maar langdurige sporten zijn interessanter. Stoppen met roken, sowieso. Dus elke sigaret verhoogt een stijging van de bloeddruk gedurende een 20 tot 40-tal minuten. Roken verslijt het hart en eigenlijk ook wat heel belangrijk is, het verzwakt de wanden van de slagaders. En zoals dat we eigenlijk hadden gezien, van oké, waardoor wordt de bloeddruk bepaald? Door, we hadden het gezien, de twee factoren bloedmassa en de weerstand in de bloedvaten. Ja, als je verzwakte wanden hebt, dan ga je daar eigenlijk dus ook meer weerstand krijgen en gaat dus daardoor de bloeddruk stijgen. Een andere manier om niet-medicamenteus de bloeddruk te beïnvloeden is de voeding. Dus probeer vijftal stukken fruit en/of groenten per dag te eten. Dus dat zijn antioxidanten die heel goed zijn voor het behouden gezonde bloedvaten. Probeer 2 tot 3 keer per week vis te eten. Vis bevat heel veel omega-vetzuren. Waaraan dat vooral de DHA, dus want je hebt in die omega-vetzuren twee soorten, wij noemen dat in wetenschappelijke termen de EPA-vetzuren en de DHA. En het is vooral die DHA die invloed heeft op hart, bloedvaten en cholesterol. Chocola eten, pure chocolade, is goed voor het hart en de bloedvaten. En dan logisch vermijd zout, kant en klaargemaakte maaltijden en dus vetten van dierlijke oorsprong. En bijvoorbeeld, ik denk dat ik daar, allee, dat iedereen dat wel zal herkennen, bijvoorbeeld pizza's, daar zit heel veel zout in. Het is ook daarom dat je bijvoorbeeld 's nachts wakker gaat worden van de dorst, omdat daar dus, dat zijn, allee, zeker ook die voorbereide of diepvriespizza's bevatten heel veel zout. Dan kunnen we nog, vierde puntje, alcohol. Verminder het verbruik van alcohol. Nu, alcohol, dat is zo een beetje, ja, altijd een discussiepunt. Is alcohol goed voor de bloedvaten, niet goed voor de bloedvaten? Ik vind het goed, omdat ik zelf ook graag een glaasje wijn drink. Dus zeker 2 à 3 eenheden zijn toegestaan. Maar dan ook de voorkeur te geven aan rode wijn. Heel belangrijk ook, slaap. En natuurlijk ook stress te vermijden. Maar dat is natuurlijk heel gemakkelijk te zeggen. Als je stress zit op het werk, ja, dan is natuurlijk, wat is dan de oplossing? Uw werk verlaten. Dat is natuurlijk niet altijd mogelijk. Maar slaap wel. En dus het is belangrijk van toch te proberen op regelmatige tijdstippen te gaan slapen en 8 uur slaap per dag te hebben. Dan hebben we het over de medicamenteuze behandeling. Dus dat is eigenlijk een beetje het domein van de apotheker. Allee, pas op, wij zijn er ook natuurlijk voor het advies te geven voor de rest. Maar dus, dat zal onze eerste regel ook zijn, van zie die medicatie, die mag de regels van een gezond leven, kan die aanpassen, kan die aanvullen, maar gaat die zeker niet vervangen. Er zijn 7 grote klassen van bloeddrukverlagende middelen, waaronder, ik kan er enkele bekendere noemen, die toch in de volksmond liggen. Dat zijn de diuretica, of de vochtafdrijvers, ze noemen dat ook de plaspillen, de beta-blokkers, de sartanen, de ACE-inhibitoren. Dus waarschijnlijk, mensen die nu aan het volgen zijn, zullen misschien links of rechts hun medicatie genoemd krijgen. Nu, belangrijk bij die medicijnen is dat dat chronische medicijnen zijn. Dus je moet die dagelijks innemen op een vast tijdstip. En eigenlijk wordt er, zeker in het begin, bij inname van een nieuw medicijn, wordt er aangeraden om een medicijn zittend in te nemen. Die medicijnen die kunnen soms, omdat ze zodanig effectief werken, een bloeddrukval geven. En dan zou je eigenlijk een beetje kunnen wegdraaien, wegzwijmelen. Daarom, als je neerzit, is dat toch interessanter. Dus zeker bij het opstarten van een nieuwe medicatie, best zittend innemen.
Dus die leiden allemaal op de een of andere manier tot daling van de bloeddruk, waarbij dat ik dus die twee factoren, bloedmassa en weerstand in de bloedvaten, de belangrijkste rol spelen. En dan, dus hypertensie kan verschillen van patiënt tot patiënt. En eigenlijk is het ook omdat het een evolutief veranderende ziekte is, kan het zijn dat mensen meerdere medicaties moeten nemen. En dat die medicatie ook verandert. Dus het is niet omdat je met een bepaald medicijn start, dat je daarom eigenlijk voor de rest van je leven met datzelfde medicijn gaat moeten werken. Het kan zijn dat na verloop van tijd die dosering wordt aangepast of dat er naar een ander medicijn wordt overgestapt. En dat heeft heel vaak te maken met de bijwerkingen. Dus eigenlijk heel belangrijk van bijwerkingen te noteren en ook aan uw huisarts te melden. Dus zoals ik in de volgende slide, Benjamin, had gezegd, hè, dus de volgende slide is dat er, sorry, de vol, ja, so, nee, de volgende, niet de vorige, en nog eentje verder. Ja, dus permanente behandeling, continu behandeling, wil niet zeggen dat het altijd dezelfde behandeling gaat zijn, omdat dus de ziekte evolutief is. En dus uiteindelijk melden als een behandeling niet geschikt is, omdat die bijwerkingen niet te verdragen zijn. Er zijn bijvoorbeeld medicaties die bij bepaalde personen een hoest uitlokken. Dat is bij die ACE-inhibitoren. Ja, dat is op te lossen door eigenlijk naar een aanverwante groep van geneesmiddelen, de sartanen, te stappen. Maar dat zijn zaken die je zeker aan je apotheker kan melden, zodanig dat uw apotheker dat samen met uw arts kan bespreken. En dan bijvoorbeeld, als de uren van inname niet aangepast zijn, ja, die diuretica waar dat ik over sprak, dat noemt men in de volksmond ook plaspillen. Ja, dat maakt dat je eigenlijk, ja, vocht gaat afdrijven. De bedoeling ook om die bloedmassa, het vocht daar wat af te trekken en dus minder massa te creëren. Ja, als jij natuurlijk zegt van ik ben er heel gevoelig aan en ik moet s'nachts altijd opstaan om dan te gaan plassen, dan kan dat zijn dat je nachtrust weer verstoord geraakt. Dus dat is iets dat je ook met je arts kan bespreken. Dit is eigenlijk een tipje van de sluier dat ik nu opgelicht heb. En ik denk natuurlijk dat iedereen zijn bloeddruk is, zodat we zeiden, is iedereen zodanig individueel. Maar het geeft toch al een idee waar dat je rekening mee kan houden en met je medicatie dat je ook moet nemen.